Hoe is het idee ontstaan, de vaarroute? Het is, initiatief komt eigenlijk van de promotie Enkhuizen. Met een, het initiatief, de vraag of de historische verenigingen mee willen doen om een historische vaarkaart tot stand te brengen en informatie aan te leveren. Ja. En toen zijn we bij elkaar gekomen in de Waag in Enkhuizen. Om daar te praten over de bedoelingen en te kijken wat voor materiaal we dan aan konden leveren. Maar die route gaat hier langs monumenten? Nee, met wandelingen zijn er meer monumenten te bekijken, maar het gaat wel over monumentaal landschap. En als je vaart, vaar je door een monumentaal landschap. Want er ligt heel veel historie ook in de polder, het Grootslag. Ja, de Grootslag is natuurlijk verkaveld. De echte vaarwegen zijn er niet echt meer. Zijn die echt nu weer aangelegd? Tijdens de ruilverkaveling is een groot deel van de polder, het Grootslag, verkaveld. Dat wil zeggen, is van vaarpolder rijpolder geworden. Een klein stukje achter Lutjebroek, dat is ook op de vaarkaart te zien die iedereen straks in de bus krijgt, is nog onverkaveld. Dus dat zijn nog kleine stukjes tuinbouwland, omgeven door sloten. En elke tuinder had zo'n stuk of 8 à 10 verschillende landjes waar hij naartoe moest varen. Dus het was allemaal vroeger dat een tuinder echt die schuit nodig had om zo'n land te bereiken. En dat hoeft nou niet meer. En zijn producten moest hij afleveren achter het station, want daar waren allemaal invaarroutes bij de veilingen. Ja, de producten werden op schuiten geladen. Heel vroeger ging dat niet in kratten, maar gewoon gestapeld, denkend aan bloemkool bijvoorbeeld. En aardappelen. En die werden afgevoerd naar de veiling. En als we praten over zo'n 100 jaar geleden, was er een veilinggebouwtje bij de Overhaal in Broekerhaven. Maar later, toen er wat meer machinaal vervoer was, denk aan de treinen begin vorige eeuw en het vrachtvervoer wat later, toen is de veiling De Tuinbouw ontstaan. En daar is toen ook een vaarveiling, de veiling De Tuinbouw, tot stand gekomen. De route die stopt bij de grens van Drechteland, een beetje in Lutjebroek. Ja. Waarom is Drechteland er niet bij betrokken? Dat weet ik niet. Ik denk dat er te weinig doorbraken in die sloten zijn geweest om daar rekening mee te houden. Eigenlijk hadden we ook rekening gehouden met Drechteland, maar dat is er niet. Tenminste, niet op de vaarkaart. We hadden ook Drechteland wel aan tafel willen zien. Omdat je natuurlijk toch voor een groot deel, als je kijkt naar de vaarkaart, door zou kunnen varen voor een deel naar Drechteland. Maar dan lopen heel veel slootjes lopen daar vast. De route loopt door Enkhuizen en Lutjebroek en dan Stedenbroek eigenlijk in zijn algemeen. Heeft de Overhaal in de Broekenhaven ook nog een dingetje erbij betrokken? Nou, de Overhaal zelf is natuurlijk een rijksmonument. Dat is echt een uniek gebouw. Nou, maar daar gaat het niet om. Maar is je ook betrokken bij de route? Ja, die zit in de route. Ja. En ook de Broekerhaven zelf. Die zit in de route. En dat kun je zien op de vaarkaart. Dat wordt dan ook aangegeven. En dan kunnen de mensen ook even een ritje maken over het IJsselmeer. Ja, ze kunnen zich laten overzetten met de Overhaal. En dan afhankelijk van wat voor weer het is, naar het buitenwater. Dus door de Broekerhaven naar buiten. Maar met een schuit. Bij veel wind is dat link. Dus dat is af te raden bij veel wind of bij slecht weer. Hoe lang duurt de route in zijn totaliteit? Dat hangt er vanaf wat voor route je kiest. Als je een uitgebreide route kiest, dus Stedenbroek, Enkhuizen en via een omweg weer terug, dan ben je een middagje zoet of een halve dag. En als je onderweg nog opsteekt, maak je er een leuk dagtochtje van. Maar wil je een wat kleinere route, dan kun je onderweg ook afsteken. Weet u hoe het idee is ontstaan? Nou, eigenlijk niet. Ik heb de portefeuille recreatie nog maar net. Dus de hele geschiedenis die is mij niet helemaal bekend. Het staat geloof ik wel in de papieren, maar dat nee. Ik ben hier vandaag aangekomen als Alice in Wonderland. Kijkend naar, wat krijgen we hier? Want ik zit hier nu 2,5 jaar als burgemeester van Enkhuizen. En heb de stad en de omgeving, ik heb nog niet de kans gekregen door corona om het eens een keer van het water te bekijken. En nu krijg ik een waterkaart in handen gedrukt die zeer uitnodigt. Niet alleen mij, maar natuurlijk ook alle mensen die daar
op enige manier belangstelling voor hebben om deze omgeving eens een keer goed vanaf het water te gaan bekijken. Dat ga ik ook zeker doen. Oké. Okay. Heb je zelf een bootje? Ik heb geen boot, maar dat wordt me net alleen aangeboden. En ik denk, er liggen er in Enkhuizen zoveel, dat moet toch geen probleem zijn. Oké. Okay. Nee, ja. De provincie en de EU, hebben die daar ook algemeen meegewerkt aan zo'n route? Ja, als je me gaat overhoren, gaat het niet goed komen. Dus je weet er niks van? Als je me gaat overhoren, gaat het niet goed komen. Oké. Okay. Zijn er plannen om de vaarroute misschien nog uit te breiden? Want daar gaat nu maar dat Letjebroek. Ik weet dat de gedachte is dat, dat het mooi zou zijn als je een achtje kunt varen met Hoogkarspel en zo erbij. Tot Hoorn? Tot Hoorn zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik weet wel uit vorige gemeenten waar ik gewerkt heb dat enorme kostbare klussen zijn. Dus je moet dan altijd afwegen van is dat voor de lokale bevolking gewoon die zelf lekker vaart. En de eventuele toeristen die je daarmee kunt aantrekken, extra toeristen. Ja, dat moet je dan afwegen tegen de schaarse middelen die daarvoor nodig zijn. Ja, dat zijn mooie keuzes, liggen bij gemeenteraden. Als u nu naar het station van boven Kaspel gaat, ja? Dan ziet u nog de invaarhaventjes van de veiling. Oh, wat geweldig. Ja, en dat zal waarschijnlijk ook in die route zitten. Ja. Nou ja, dat hangt op het stadhuis van Enkhuizen in de Witte Zaal. Daar hangt een paneel uit 1610 met de titel Het Grootslag. En dan zie je de polder Het Grootslag, waar al die vaartjes al in liggen. Voor een deel nog steeds bestaand, hè, de gouden. Uit 1610 met daarop afgebeeld hoe het leven zich daarop afspeelde. Heel bijzonder is. Want in 1610 schilderde men vooral allerlei voorname personen. En daar zie je het leven van de gewone man en vrouw op afgetekend. En dan zie je dus op de achtergrond zie je de stad Enkhuizen en de dorpen van de streek op een rijtje liggen. En die... dat er toen dus ook al zeg maar, voor de ego voor überhaupt te kunnen verplaatsen door het gebied, met erop van die platte schuiten gevaren. Dus dat is 400 jaar geleden.